gevoel hebben die jou geholpen hebben. Dat vind ik het erger ervan. Nee, joh, dit moeten we ook nooit meer doen. Maar weet je wat ook het ding is? Kijk. Dus hij komt er in dat opzicht altijd wel makkelijk mee vanaf van joh, ja is prima, nou houden we er maar weer over op enzovoort enzovoort. Maar dat is elke keer zo, hè? Dat is elke keer. En dan is Shelly heeft een hartstikke lief gezichtje en dan gaan we daar maar weer op uit en dan, nou, is allemaal wel weer prima. Ben je ook een paar keer ingetrapt? Ja, maar het is hetzelfde als, ik zei tegen haar, je moet even een bedankje doen met bloemen, weet je. En nu is ze de fysicist ook vergeten, die heeft dus geen bloemen gegeven. Dat zeiden wij nog tegen mij. Wij staan dat zo maar te kijken. Wij dachten, dit ga je toch niet menen. Gaat daar gelukkig achteraan, want hij stond bij ons, aan onze kant, zeg maar. En ik had gezegd, je moet bloemen voor die jongens regelen. Die hebben geholpen en ook voor Hiske. Ja. Dat heeft ze gelukkig gedaan, daar ben ik echt blij mee. Maar ja, dan de fysicist, weet je, ja, dat, die moeten we, Hiske ging proberen erachter te komen. Ja, die is ook een hele dag. Ja, maar dan, dat is natuurlijk, ik snap dat we dat gaan proberen, maar dat is natuurlijk vreselijk. Ja. Maar wat manier is, dat is ook niet helemaal fair. Wat? Toen ze binnenkwam, ik heb gelijk koffie aangeboden, alles. Ja, maar ze heeft niet het gevoel ook, als welkom gehad als ze de keren hiervoor bij ons binnenkwam. Ja, en dat is wel haar gevoel. En ik het niet veel gezegd wordt, is niet welkom en het voelt het even. Nou, misschien bedoel je als groep, hè? Ja. We zijn natuurlijk totaal niet als groep geweest, hè, gisteren. Ik heb haar later ook gezien. Als ik naar haar toe wil, een kop koffie klop, gelijk met die gasten willen wat drinken. Ze komt toe, willen ja, maar het was voor haar een ander gevoel en dat gaf ze ook aan. Voor het eerst voelde ze ook een hele andere sfeer hier op het trein. Weet je, ja? Ja, ik snap het wel. Welkom voelen vind ik dan wel een heftige uitspraak. Ja. Ik dan niet netjes. En zij had de trailer ook, bij de trailer gelijk met haar gehad, heeft ze aangegeven. En toen heeft ze daarna meteen een correctie erin geplaatst. Dat Hiss erin kwam. Daar was ik wel Shelly! Ja, en toen hier haar, haar naam ook. Maar ja. Dingen hadden gewoon anders gekund. Maar het is wel een beetje heftig. Ja. Ik weet het niet, jongens. Maar wat vind je, ik vind eigenlijk, Shelly wordt wel nu als enige aangepakt. En ik vind dat, ja, ik snap het wel. Maar ik heb wel zoiets van, jeetje, gewoon de hele groep valt over haar heen. Nee, maar dat is wel door jezelf, hè? Ja. Het is alleen maar, ik zeg niks, ik weet het niet. Terwijl je ook gewoon het gesprek aangegaan, dan wordt iedereen alleen maar boos. Andrea, ze zegt gewoon keihard nee, hè. Dat ik haar heel vaak achter de bar, dat Frenny daar stond. En jullie waren er ook nog niet. En ik gooi patat erin. Maar kun je ook eens een keer objectief in een situatie staan? Het is altijd maar... altijd Shelly maar een beetje verdedigen. En dat is elke keer weer zo. Als er iets verkeerd op Shelly wordt gezegd, duik jij er gelijk bovenop. Van, oh ja, beschermen, beschermen. Maar laat ze haar eigen fucking verantwoordelijkheid eens nemen. Want zij is eindverantwoordelijk voor het hele feest. En het is gewoon een blamage. Ja, super. Maar nu ga je in één keer droppen van, oh, zijn we niet te hard geweest voor Shelly? Nee, dat heb ik niet gezegd. Alleen de hele groep valt in één keer over. Nee, maar wat je vaak hebt gezegd is dat, dat we het allemaal Shelly niet gunnen enzovoort. Ik gun het haar het meeste. Dit of zo. Dat heb je wel gezegd, dat mensen het haar niet gunnen. Maar het hele ding is, we hebben nu een evaluatie over haar film, dan om het even zo te zeggen, haar evenement. En al onze problemen, dingen waar we tegenaan lopen, boeit haar niet. Nee, en dat vind ik ook echt heel erg raar dat ze op zo'n manier reageert, tuurlijk. Maar kijk, en op een gegeven moment, het is ook uiteindelijk een soort van gunfactor. Ik bedoel, als het jouw hoofdevenement is en jij bent de hoofdrolspeler en het is jouw droom en we hebben de evaluatie en je zegt, ja, het boeit me niet. Ja, dat vind ik een hele rare reactie. Dan wat verwacht je dan nu? Ja. Weet je? Ja. Ik bedoel, iedereen heeft wel voor je geloven. Ja, ik bedoel, ik ben als een malle band een tollis gaan maken. Frenny heeft alleen achter de bar gestaan. Iedereen heeft gewoon gewerkt. Ja, weet je, vraag één keer om hulp en dan is het antwoord nee. Dan denk ik bij mezelf van, kijk hoeveel moeite wij doen. Mm-hmm. We doen heel veel moeite voor haar. Maar het wordt niet terug geïnvesteerd. En dat is, is kwalijk. Ja? Ja. Dylan kan bij ons ook aan de bar staan. Ik heb met jullie snacks staan bakken bij de bar gestaan. En bij de mensen was het ook druk. Ik kom even zo. Je weet hoe ik ben, met Milena toen, met Lady Galore. Ja, ik weet het niet. Ik vraag Milena niet bij, omdat ik weet... Misschien heb ik wel gewoon een zwak voor haar ook. Dat is uit jouw oogpunt. Ik ben er nu niet. Ik kan me best voorstellen, want als je hier staat... Ik vind het ook echt heel tof. Je krijgt een hele zooi over je heen. Ja, ik vind het wel heftig. Ik ben echt wel blij voor haar dat zij een leuke avond heeft gehad, echt waar. Want het ging toch een beetje om haar, weet je. Maar we zijn ook een team en we moeten het met z'n allen doen. Ja, maar het is ook niet netjes dat ze dat heeft gedaan, absoluut niet. Dat er anderen onder lijden. Ja, ik ben bijgesprongen. Jij bent ook bijgesprongen, weet je. Dus het kan gewoon niet. En ik ben helemaal blij voor haar dat zij een leuke avond heeft gehad. Maar het is niet de bedoeling dat ze anderen onder lijden. Dat moeten we gewoon anders gaan aanpakken. En vooral als voordat we min 1 euro winst hebben, ja. Dat is ook niet echt best, denk ik. Kan ook niet de bedoeling zijn, maar... Nee.
En het is echt niet dat ik het haar beschun, want ik gunde haar die avond. En ik ben blij dat ze het leuk heeft gehad. Maar de rest blijkbaar niet. En dat vind ik heel kwalijk. En als ik dan eerlijk gewoon zeg van joh, interesseert dit gesprekje wel? En dan zegt ze nee. Dan denk ik nou... Listhoof, ze hadden ook jou en Gerrit het kunnen laten presteren in het begin, zeg maar. Weet je, even een verhaaltje gedaan en klaar. Jij hebt er zelf voor gekozen om niks te doen, hè? Nee. Hoe bedoel je? Wat is jouw probleem, Alex? Nee, wat hij net heeft gezegd. Daar moet je gewoon een keertje rekening mee houden. Dat heb je gewoon gezegd. Ik ben nou een beetje zat. Praat gewoon voor jezelf. Nee, maar je moet gewoon mijn mond houden, want anders wordt het too much. Mee praten. Ja. Ja, dan zeg je van joh, hier doe ik niet aan. Ik zou in eerste instantie ook in de tent blijven. Nou, hoor je dat je druk hebt. Dan ben ik erbij gewoon hier om de mensen echt die een keertje komen voor de laatste keer komen. Voor de laatste keer komen. Ik heb met jou ook nog gesprek gehad of je wel een rondleiding wilde doen. Maar dat wilde je ook niet. Nee, maar ik ben niet voor de bezoekers. Ja, vind jij het niet meer gek dat je zei? Ik ben alleen maar gaan werken omdat ik... Ja? Had je dat verwacht dat ze dat zou zeggen? Misschien wel in de lijn van verwachtingen, ja. Natuurlijk, dat hebben we hartstikke leuk gevonden. Dan is het toch eigenlijk niet zo gek? Ik bedoel, we weten toch allemaal een beetje hoe Shell reageert. En je zag aan haar hele houding ook al dat het er niks interesseerde. En dat ze zei, ja, ik vind het prima, joh, als jullie dat vinden. Ik snap dat je het raar vindt. Maar we hadden het eigenlijk allemaal verwacht dat het haar niks boeide. Wat we hier deden. Ja. Ja, ik sta ook daarvoor. Dat weet ik niet. Daar heb ik. Daarom zei ik ook van je. Dat weet ik verder niet. Daar ga ik me niet over uitweiden. Ik heb jacht in de war gestaan. Maar. Ja. Alleen ze wordt in een hoek gedreven. Dat de enige manier is om daaruit te komen is gewoon voet. Ja, en ons land erover. Ja. Ik heb aan mij gezeten, zeker. Ja, ik heb mijn best gedaan, hoor. Maar... Nee, ja, maar ja, jij kan je ook niet in tweeën delen. Daar begint het allemaal, hè? Oh. Ja, als er eentje dan zijn werk doet... Er zijn ook wel echt wel dingen gebeurd. Ja, weet je, ik vind het heel moeilijk om hier nu te reageren. Ik weet niet zo goed wat ik hier verder mee moet. Oh jee, jij bent er ook wel veel te gevoelig voor, hè, Lex? Ja, als ik boven ben. Als er eenmaal mensen met woede zijn, dan voelt Lex dat gelijk en dan wordt ze gelijk helemaal volgepompt met woede. Ongelofelijk. Nee, het geeft zich niet, maar ik vind het mooi om te zien. Ja. Maar even, ik had naar Shelly moeten